Je staat hier namelijk niet alleen omdat je afscheid neemt van de raad, maar ook om een andere speciale reden, voor een koninklijke onderscheiding. Was je verrast? Ja, heel erg. Ik had er helemaal niet meer stilgestaan. Achteraf gezien had ik het wel kunnen weten, omdat je zelf altijd als ambtenaar ook ermee te maken hebt gehad. Maar ik had er totaal niet meer bij stilgestaan. En ja, je vrouw moest meekomen en dat is normaal als je afscheid neemt, want er worden bloemen gegeven en die worden meestal aan de vrouw gegeven natuurlijk. Dus toen had ik ook helemaal nog geen idee ervan of zo. En wanneer kwam dat moment dat je in de gaten kreeg? Dat u in de gaten kreeg dat er iets aan zat te komen? Ja. En toen even naar de rand keek ik om naar mijn vrouw, die zat eigenlijk op de publieke tribune. En ik zag op de andere deel van de tribune mijn kinderen en mijn kleinkinderen zitten. En toen flitste het door mijn hoofd van, hé, daar komt meer dan alleen maar een bloemetje omdat je dus weggaat als raadman. Ja. Wat maakte het voor u bijzonder? Waar denkt u dat u die koninklijke onderscheiding aan te danken hebt? Deze onderscheiding is eigenlijk meer, denk ik, gebaseerd op het aantal jaren dat je in de politiek bent. En hoe zijn dan die jaren? Is dat al van, misschien kom ik dan toch in aanraking voor een leentje? Of dat werk wat die... Nooit bij stilgestaan, nee. Ik ben mijn leven lang ambtenaar geweest. 42 jaar als gemeenteambtenaar gewerkt. En nooit met politiek bemoeid, omdat je dus een positie had, dat je dus ook heel veel met de raad te maken had. En je wilde boven de zaken in de partijen staan natuurlijk. En wat leek me wel leuk toen ik dus gepensioneerd was met de FUT ging, van goh, om het dus van een andere kant eens mee te maken. Want als ambtenaar zit je te mopperen op die politici, die snappen er allemaal niks van. En hoe komen ze erbij om dit zo te besluiten en zo. En dan wilde ik het wel eens van een andere kant mee maken. En toen wij dus hier kwamen in 1997, ben ik me toen we helemaal gesetteld waren, zeg maar, woonden en een beetje kennis gemaakt had met de buurt, ben ik ook eens gaan oriënteren op de politiek. En toen ben ik bij de politiek binnengerold. Okay, u noemde ook nog even vrijwilligerswerk. Waar moet ik dan bij u aan denken? Dat is best veel hoor. Ik loop 4 tot 7 keer op een jaar met een collectebus door de straten. Ik doe voor de Protestantse Kerk. Mijn vrouw is lid van de Protestantse Kerk en ik als aanhangsel zit er ook bij natuurlijk. Zit in de groenploeg, de knutselploeg. Ik hou de administratie bij van de diaconie, van het koor. Ik breng de kerkbladen rond in het buitengebied. Ik fiets graag, dus dan is dat een mooi potje voor Ruud, zeggen ze dan, weet je wel. Dan rij je toch 62 kilometer hoor, als je al de leden van het buitengebied moet pakken. En zo zijn er een heleboel dingen daarbij. Ik zit bij Tichelaar in de veldploeg volop mee te werken en zo. En ze hebben me nog niet zo lang geleden gestrikt ook voor de stichting Let the Children Play in Rijsbergen. Dat ken je misschien wel. Mm-hmm. We hebben een schooltje geadopteerd in Oeganda. En ja, ik ben toch altijd al een beetje begaan met de derde wereld, om het zomaar even te noemen. Dus dat trok me ook wel aan. En, U noemde het net kijken naar van een andere kant. U heeft nu een lintje, een onderscheiding. Gaat u nu anders kijken naar mensen die ook een onderscheiding hebben? Of nog niet? Nee, ik heb altijd al respect gehad voor mensen die het erin kregen. Vooral ook als ze dus die op basis gekregen hadden van vrijwilligerswerk wat ze dan gedaan hebben. Petje af. Heel veel respect voor mensen die zich ook weg willen cijferen in het belang van anderen. Hè? En dat vind ik wel belangrijk, dat moet je ook doen. Als je ergens woont, wil je ook leven, dan moet je onderdeel zijn van de maatschappij, vind ik altijd. Mijn laatste vraag. Heeft u voor uzelf het idee dat u zich zo zegt heeft weggecijferd? Nou, je laat wel veel voor die dingen. Alleen bij de politiek dat wordt wel eens onderschat. Hè. Als je je raadslidmaatschap goed wil doen, dan ben je minimaal 20 uur in de week kwijt hoor. Aan het bezoeken van allerlei zaken, het onderzoeken van allerlei zaken, het inlezen. Je wordt uitgenodigd door groepen, ook verenigingen, maar ook wijken en zo. Van kom eens kijken bij ons, want dat deugt niet en dit moet anders en zo. En wil je toch iets voor de bevolking doen, dan zul je daar ook gehoor aan moeten geven. En de mensen die een job hebben overdag, dus gewoon een normale 36-urige werkweek, is het toch moeilijk voor om de overdags dingen ook nog te gaan bekijken en te doen.